In Joomla kunnen gebruikers aangemaakt worden. Je kunt zelf gebruikers aanmaken als beheerder. Je kunt mensen ook hun eigen gebruikersaccount laten aanmaken. Nou, dat zal je bekend zijn. En de gebruikers die aanwezig zijn in je Joomla website, die vind je onder gebruikers beheren. Hier vind je in het gebruikersbeheerscherm de gebruikersaccounts die aanwezig zijn op je Joomla website. Nu heb je in Joomla ook het contactpersonencomponent. En dat vind je onder componenten contactpersonen. En hier kun je dus contactinformatie voor verschillende mensen aanmaken op je website. En je zou bijvoorbeeld die contactinformatie kunnen gebruiken om een contactformulier of zoiets dergelijks op je website te plaatsen. Nou, stel je voor dat jij van alle gebruikers op je Joomla website een contactpersoon moet aanmaken in het contactpersoonlijk component. Dan kan het behoorlijk wat werk zijn. En stel je voor, je bent de, de beheerder van een website. En er is jou gevraagd om voor andere mensen, bijvoorbeeld vijf andere mensen die ook beheerwerkzaamheden op je website te gaan doen. Zowel een gebruikersaccount aan te maken als een contactpersonenaccount. Nou, dan moet je dus eerst de gebruikersaccounts aanmaken via gebruikers beheren. En als je dat gedaan hebt, dan moet je daarna naar componenten contactpersonen om voor die gebruikers een contactpersoon aan te maken. Dat kan ook een beetje sneller en wel met een plugin die standaard aanwezig is in Joomla. Ga naar extensies, plugins en zoek hier in pluginbeheer op contact. En je vindt daar deze plugin gebruiker contactpersoon aanmaken. Nou, open die plugin en zet de status daarvan op ingeschakeld. Wanneer je deze plugin inschakelt, dan zal er elke keer wanneer er een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt wordt, ook automatisch een contactpersoon voor die gebruiker aangemaakt worden. Dus of iemand registreert zichzelf op je website, dan wordt er ook een contactpersoon uh, aangemaakt voor die gebruiker. Of jij maakt als beheerder de gebruikersaccounts aan, ook voor die gebruikers zal er automatisch een contactpersoon aangemaakt worden. Nou, je kunt nog een automatische webpagina laten genereren, maar dat doe ik niet, want uh, ja, het wil niet zomaar zeggen dat iemand die Henk Jansen heet, dat zijn web, website ook webjansen.nl heet. Dus het veld automatische webpagina laat ik leeg. Uh, ik kan wel een standaard categorie voor de contactpersonen kiezen. En die staat nu op Uncategorized categorized. En ik kan die ook niet wijzigen. Maar als ik nu op opslaan en sluiten klik. En ik ga even naar componenten contactpersonen. En ik maak onder categorieën een nieuwe contactpersonen categorie aan. Uh, bijvoorbeeld met de naam Algemeen. En ik klik op opslaan en sluiten. Dan heb ik dus een, een contactpersonen categorie. Als ik nu terug ga naar extensies. Plugins. En ik open weer de gebruiker Contactpersoon aanmaken plugin, dan kan ik nu bij categorie kiezen voor Algemeen. Dus elke gebruiker die nu wordt aangemaakt, daarvoor wordt een contactpersoon aangemaakt in de Contactpersonen categorie Algemeen. Wil je de contactpersoon ook automatisch publiceren? Nou, ik zet die op ja en ik klik op opslaan en sluiten. En ik zal nu een nieuwe gebruikersaccount aanmaken. En als je kijkt naar componenten Contactpersonen. Dan zie je dat ik nu nog geen enkele contactpersoon heb hier in mijn contactpersonen beheerscherm, maar ga ik naar gebruikers en dan naar beheren en ik klik op nieuw om een nieuwe gebruiker aan te maken en ik vul alle gegevens in en ik klik op opslaan en sluiten. Dan zul je zien dat er nu automatisch een contactpersoon voor deze gebruiker wordt aangemaakt. Nou, ik zal even een, een, een naam invullen, bijvoorbeeld Bruno, zo heet mijn kat. De inlognaam wordt ook Bruno. Ik vul een wachtwoord in en ik bevestig het wachtwoord. En ik vul een e-mailadres in, nou bijvoorbeeld Bruno@netspecialist.nl, en ik klik op Opslaan en sluiten. Dan is mijn uh, gebruikersaccount Bruno aangemaakt. Ga ik nu naar Componenten Contactpersonen, dan zie je dat ook hier een contactpersoon is aangemaakt voor mijn gebruiker Bruno. En ik zal deze even openen. En je ziet deze contactpersoon zit in de categorie uh, Algemeen. Het e-mailadres van Bruno is automatisch al ingevuld. En ik zou dus nu meteen van deze gebruiker een contactformulier op mijn website kunnen maken via het contactpersonen component. Maar zo kun je dus geautomatiseerd contactpersonen aanmaken van elke gebruiker die nieuw aangemaakt wordt op je Joomla website.